Na de storm was het natuurlijk belangrijk om de situatie hier veilig te stellen. En daar zijn de operationele keepers dag in dag uit mee bezig geweest. Tot op het moment dat er dan beslist werd om de noodlijn te bouwen. Mechelen draait voor het moment maar op één voeding. Dus dit stuk moeten we sowieso heel snel in dienst krijgen. Want als er nog een lijn uitvalt in Mechelen, dan hebben we een heel groot probleem. Een lijn bouwen vergt wel wat studie. Dus wij gaan kijken waar we de noodlijn kunnen plaatsen. En anderzijds gaan wij ook alle berekeningen die ervoor nodig zijn uitvoeren. En tegelijkertijd zijn er twee onderhandelaars bezig geweest die op zeer efficiënte wijze alles hier onderhandeld hebben gekregen op 2 dagen tijd om overal masten te kunnen plaatsen. Het principe van de noodmast is eigenlijk de ingenieurs berekenen wat dat we moeten hebben. En dan sturen ze dat door naar de landmeter. De landmeter komt de coördinaten uitzetten van de tuibellen voor het tegengewicht te creëren. En dan begint de logistieke kant. Op dat moment dan springt ook OKC in de bres om de transporten te regelen van de betonblokken, van de sledes, van de containers. En eigenlijk ervoor te zorgen dat alles klaar staat voor de techniekers om eigenlijk de bouw te kunnen aanvatten. Onze betonblokken staan bijvoorbeeld in Eekloeg, onze sledes staan in Henk en de containers staan in Schaarbeek. Dus logistiek is dat wel niet met een vingerknip en het is geregeld. Ik heb dan een ploeg bij mij, mannen van Noordoost, van district Merksem. En Stefan zit bij Noordwest, bij zijn ploeg, voor daar de noodmast op te bouwen. Wij zijn opgeroepen als assistent. Hè. Dus de voorbereidingen hier van de werf, dat zit eigenlijk bij het team van Noordoost, het district Noordoost. Hè. Dus zij hebben eigenlijk alles voor ons geprepareerd. Dus wij komen toe en eigenlijk kunnen we direct starten. Het concept van de noodlijn is eigenlijk, we hebben masten die in containers klaarstaan met alle materiaal bij voor die te kunnen bouwen. Dus je hebt een container voor de hulpmast en een container voor de hoofdmast. In principe is het systeem, je doet de deuren open en wat je eerst nodig hebt, neem er eerst uit. Dat zijn elementen van 1,50 meter, 50, 2 meter en die bouwen wij stuk voor stuk op. De hulpmast trekt die eigenlijk omhoog en dan schuiven wij er elke keer een stuk onder. We bouwden die vast en dan gaan we zo omhoog. Daarnaast hebben we ook onder de betonblokken om eigenlijk de tuibedden te maken. Die betonblokken worden op sledes geplaatst zodat de tuikabels daaraan vast kunnen gemaakt worden. We willen ook dat die masten stabiel blijven staan, dus dat die niet verschuiven. Vandaar dat we daar toch wel een aantal berekeningen achter gedaan hebben om te kijken hoeveel is er nodig in functie van de kracht die op de mast komt. De veiligheid is een dagdagelijkse opdracht voor ons, dus we starten iedere dag met een morningstar. We komen even samen van jongens, zo gaan we dat doen, zo gaan we dat doen. Dat iedereen op de hoogte is, ook de mensen die op de grond staan en niet op de hoogte gaan zijn, wat er gaat gebeuren in de lucht. Wij doen ook 2 jaarlijks een opleiding met al onze mensen om die montage van zo'n noodmast een keer op te frissen, zodanig dat we die kennis blijven behouden. Voor zoiets te doen, is iedereen altijd bereid voor komen te werken bij Elia. Dat hebben we gezien als we een opkuis gedaan hebben. Iedereen was direct bereid, ook al was het verlof, om te komen helpen. Wat ik echt fantastisch vind aan heel het verhaal, is dat we op een zaterdag 70, 80 man hebben kunnen mobiliseren om een wijk vrij te maken waar we 3 dagen werk zouden hebben en dat op 1 dag geflikt hebben. Ja, we zijn de guardians of the grid, dus er is een zeker plichtsgevoel bij de collega's om eigenlijk ervoor te zorgen dat elke particulier of elke industriële klant gevoed is. Maar je merkt ook de betrokkenheid van iedereen. En dat ook mensen dat je op het bureau zou zien, met werkkleer ziet werken, iedereen is betrokken. Dat is de eer. Als je daar kunt aan meewerken, is altijd plezant. Het zijn toch wel 5 noodmasten, een opkuis is nog bezig. De noodlijn bouwen tezamen, dat vergt toch wel een beetje teamwork. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Het is zeer vlot gegaan. Echt top collega's.